Robin, we hebben afgesproken. Waar ben je? Wat ben je aan het doen? Je bent aan het trampoline springen. Robin. Hoi. Hallo. Ja. Achter je. Oh, hey. Wat zijn we aan het doen? Trampoline springen. We hebben afgesproken met elkaar. We zouden wat leuks doen. Wat gaan we doen dan? Trampoline springen. Kom eens van die trampoline af. Waarom? Kom er eens af. Nee. Jawel, we hebben afgesproken. We zouden samen wat leuks doen. Ja, dat zeg je elke keer, maar we hadden om 10:30 al afgesproken. Ja, en het is inmiddels 3:15. Dat maakt niet uit. Hey, ja. Hier gezellig. Ik heb hier een prachtige muur neergezet op dit eiland waar wij ons nu bevinden. Hoe vind je de muur eruit zien? Ja, kaal, maar ja, wat moet een muur nog meer hebben? Ja, daarom weet je. Meer heeft de muur niet nodig. Hey, vandaag heb ik een leuke uitdaging. Jij gaat aan jouw lelijke paarse kant staan. Haal die stinktrampoline weg. Ik help je wel even. Nou ja, oké dan. En vandaag heb ik een uitdaging. Jij gaat mijn hoofd bouwen. Ik ga jouw hoofd bouwen en dan gaan we kijken hoe wij vinden dat elkaars hoofd er van binnen uitziet. Wat denk jij dat er allemaal in mijn hoofd rondspeelt? Vrij weinig. Of juist heel veel, maar... Nou, dan is dit het moment om dat te gaan bouwen. Je mag doen wat je wilt. Maar hoe groot moet dat hoofd zijn? Zo groot als je wilt. En je mag niet een plaatje van elkaars hoofd opzoeken. Dus kijk goed naar elkaars hoofd. Nu kijk maar even goed. Wacht, ik word even de zijkant ook een beetje... Nee. Jawel. Ik wil weten hoe jouw hoofd er compleet uitziet. Ik moet uit herinnering jouw hoofd nabouwen. Ja, ik heb hem, denk ik. Nee, wacht even. Nee, nog wel even. Ja, oké. Wacht, nog één keertje. Nog één keer. Oké, daar heb ik hem. Oké, Robin, veel succes. Ik heb hem. Oké, we zien elkaar. Wat doe je nou? Ik wil jouw hoofd in je ogen vooral. Oké, wacht. Nu heb ik hem wel echt. Okay. Ja. Nou, succes. We spreken elkaar over een paar minuutjes. Ja, jij ook, hè? Joejoe. Oké, jongens, nu moeten we uit herinnering Robin zijn hoofd zien te bouwen. En ik zit even te denken welke kleur. Ja, hij heeft grijs haar natuurlijk. Dus ik denk dat we dat het best met concrete kunnen bouwen en zo. Kunnen we het best terracotta gebruiken voor de huidskleur. En hij heeft ook grijze ogen, maar die waren volgens mij donkergrijs. Dus daar kunnen we misschien het best die voor gebruiken. Laten we even... Oh, ik ben nu al vergeten hoe zijn hoofd eruit ziet, jongens. Ik ben nu al vergeten hoe Robin zijn hoofd eruit ziet. Wat stom weer. Laten we in ieder geval gewoon beginnen met het bouwen van. En dan gaan we ook kijken hoe we de binnenkant gaan maken, jongens. Want ik wil Robin zijn hoofd zo warm mogelijk maken van binnen. Om te laten blijken alsof er niet echt iets nuttigs gaande is in het hoofd van hem. En dan denk ik dat ook echt dat precies dat het ding is. Dan hebben we ook white concrete gebruikt hier voor de ogen. Ik denk dat dit wel de ogen zo een beetje netjes maakt, zoals dit. En dan heeft hij hierboven heeft die donkere wenkbrauwtjes alweer. Zo. Dan moet de baard moet ietsjes lichter zijn. Die kunnen we beter van dit maken. En dan hier, kijk, wat donker zo. Dat is dan zijn mond zo, weet je. Lijkt dit een beetje op Robin? Ik weet het niet, jongens. Ik weet niet of dit op Robin lijkt. Op zijn skin. Volgens mij niet. Volgens mij doe ik het helemaal fout. Zo. Misschien een beetje zoals dit, jongens. Hij heeft natuurlijk meer baard en meer haar dan dat je zijn huidskleur ziet. Dat weet ik wel. Oké, laten we dan maar gewoon het hele hoofd maken. Dan kunnen we daarna aan het interieur gaan werken. Oké, jongens. Dit wordt helemaal niet zo heel moeilijk. Want Max heeft natuurlijk best wel een saai hoofd. We gaan werken met terracotta en concrete. En dan gaan we het zo een beetje maken dat het allemaal toch wel echt op Max hoofd gaat lijken. En ik ga het net wat groter maken, denk ik, dan misschien wat nodig is. Maar dan kunnen we straks met de binnenkant wel meer. Dus dit zijn denk ik alle kleuren die ik nodig heb. En dan beginnen we gewoon met de outline. En dan gaan we dat gewoon lekker groot maken, wat ik al zeg. En dan, ja, dan gaan we het zo gewoon doen. En ja, hij moet wel vierkant worden. Dus het moet wel, ja, op zich wel gewoon normale grootte ook wel weer een beetje zijn. Maar het mag wel een beetje groot, want dan, ja. Anders kun je niks meer met de binnenkant, weet je wel. Dat verwacht ik. Zo, ik denk dat ik met deze grootte ga werken. En ja, hoe ziet het er dan bij Max uit? Zijn onderkant van zijn gezicht, daar zit natuurlijk een masker op. Maar dat is ook echt gewoon een masker. Dus dat gaan we wel gewoon maken, dat de achterkant van het gezicht er ook gewoon is. Want ja, die is er wel gewoon. En dan kunnen we in ieder geval het masker ook uiteindelijk goed plaatsen. Dus dat ga ik eerst even doen. Ik ga eerst het hele vierkant even maken en dan ben ik zo bij jullie terug. En hij heeft natuurlijk hier ergens zijn oor zitten en zo. Dus ik denk als ik het zoals dit doe, dat dat wel klopt. Ja, hier zit zijn oor een beetje, zoals dit. Ik vind het dikke prima, jongens. Ik denk dat ik het op deze manier doe. Oké, jongens, kijk, dan hebben we nu in ieder geval de vorm van zijn hoofd gemaakt. En dan zit je al te kijken van, hij is helemaal niet vierkant. Wacht even. Hij moet nog eentje breder. Zo, dan maken we hem eentje breder, jongens. Heeft hij iets meer ruimte. Maar even goed, is het dan best wel een krap hoofd? Er is
niet zoveel ruimte in Robins hoofd. Niet dat er ook veel ruimte nodig is voor dat lege hoofd, maar hè, alsnog. Oké, en dan lijkt het mij leuk, jongens, om een soort klep te maken waardoor zijn hoofd open zit, weet je. En dat dat dan ook daar de ingang is. Dat zijn hoofd een soort deksel heeft. Kijk, en daar gaan we ook vensters voor gebruiken dan. Hier zo. Kijk, dat is op deze manier. Zo zit het vast. Dit zijn de klepjes, weet je. En dan hierop zit de deksel van zijn hoofd. Op deze manier. Oh, dat gaat er echt niet uitzien. Kijk, en hier zit het ook zo. Kijk, dit is de deksel van zijn hoofd, jongens. Zo, ziet het er een beetje uit? De deksel, hij is eentje te hoog. Hij is veel te hoog. Hij moet iets lager. Kijk, nu is het, zijn hoofd is open, weet je. Alleen vind ik het te... De kleur klopt nog niet helemaal. Dus ik denk dat we beter wol kunnen gebruiken. En dat we dat dan ook een beetje in zijn haar kunnen verstoppen. Kijk, en dan gaan we nu het randje van zijn kapsel gaan we ook deze kleur maken. Zodat het gewoon iets logischer is dat het echt zijn haar is, weet je. En niet zomaar gewoon een rennend deksel. Kijk, dan is zijn baard en zijn haarkleur is gewoon net een andere kleur, jongens. Dat kan gewoon, weet je. Dat is gewoon realistisch. Oké, kijk, nu klopt het. Dan kan dit wel weg, gewoon zo. Nu staat zijn hoofd gewoon open. Nu moeten we nog een trappetje naar binnen zien te krijgen. Oh, ik heb wel een idee, jongens. Ik heb een heel goed idee. Zo, ondertussen hebben wij hier het hele blok van Max zijn hoofd. En ik denk dat dit best wel een leuke grootte is. En daar kunnen we nu... ik weet dat achter zijn masker zitten zijn ogen op deze manier. Die zitten gewoon zo vast. En dit is denk ik een perfecte grootte ook. Want Max heeft natuurlijk ook gewoon geen mond. Dus ja, dan gaan we eens even kijken hoe we dit een beetje mooi kunnen doen. Zo. Dit is dus echt... Dit komt nog een blokje dus naar voren. Dat ga ik wel meteen maken. Hier zit dan natuurlijk zijn pupil. En dan, ja, dan zit zijn hoofd zit een beetje, ja, zit een beetje zo in elkaar. Ziet er heel gek uit eigenlijk. Zo, dit zijn Max's ogen. Lijkt naar een slak. Slak heeft ook van die uitpuilende ogen. Maar, daar gaan we... Ik weet dat hier in het hoekje, dat is een klein detail. Maar in het hoekje, daar zit geen pixel. Om het zomaar even te noemen. Want daar zit natuurlijk gewoon zijn... Ja, het is natuurlijk gewoon een masker. En ik denk dat het ongeveer zo groot is. En dan zit het denk ik ongeveer zo in elkaar, denk ik. En het leuke is dat ik het echt gewoon uit mijn hoofd doe. Dat maakt het gewoon het... Ik heb nou Homer Simpson. Het lijkt Homer Simpson. Wie heeft de donuts? Even kijken. Dan gaat hierboven dus ook geen blokje. En dan komt het er dus zo uit te zien. Zo. Zo. Dan moet deze toch eigenlijk ook wel zo. Maar dan ziet het er dus weer zo gek uit. Dus dan kunnen we net zo goed zo doen. Ik denk dat het er zo op zich wel leuk uitziet. Maar zijn ogen zitten eigenlijk aan elkaar vast. Maar ja, dan moeten we het dus zo doen. Maar dat ziet er ook gek uit. Dus we laten het gewoon zo. En dit is dus het hoofd van Max. Maar hij heeft natuurlijk aan de zijkant heeft hij ook een soort van draadje lopen. En dat draadje, dat is eigenlijk ja, het ding wat het masker vasthoudt. Dus dat doen we met deze donkere terracotta. En dan gaan we... even kijken. Hoe gaan we dat doen? Want ik weet niet of er hier heel veel meer 3D is. Volgens mij niet. Ik zie wel dat hij iets te lang is nu ook, het hoofd. Maar als je dat van de voorkant ziet, dan zie je dat niet echt. Ja, of misschien wel hoor. Even kijken. Ik denk dat ik er één laagje vanaf ga halen. Ja, ik heb er één laagje vanaf gehaald en dat vind ik denk ik toch wel beter. En dan gaan we dat bandje gaan we gewoon helemaal rondom zijn hoofd doen. En dan moeten we hem ongeveer wel gelijk hebben. Dus het begint hier met 2. Kijk, hij begint hier met 2 en dan gaat hij dus naar onder. Zo, hallo Blocklitch, dankjewel. Zo, en Max heeft het natuurlijk vele malen moeilijker dan ik. Want dit is gewoon heel makkelijk eigenlijk, want eigenlijk ben ik al klaar. Eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Meer is er eigenlijk niet echt te doen aan Max's hoofd. Toch ben ik het ook niet helemaal eens met dit bandje wat hier loopt, want het loopt een beetje te recht. Dus ik vind eigenlijk dat hij hier dus ook nog wel één naar achter mag lopen. Zo, en dan deze manier. Zo ja, dus dat betekent dat hij dan hier ook een beetje zo loopt. Dan loopt het echt een beetje alsof hij achter zijn hoofd zo vast zit. Ik denk dat dat wel een hele leuke is. Ja, dat denk ik wel. Ik heb hier zijn mond ook nog aangepast. Want volgens mij stopte zijn mond dus echt gewoon boven zijn Homer Simpson kin. Maar dan moeten we even kijken. Want zijn ogen die zijn nu niet echt 3D. We kunnen er natuurlijk voor kiezen om het ook zo te doen. Om het nog creepier te maken. Maar dat vind ik wel heel creepy. Ik weet niet of we dat willen. Even denken. Nee, dat gaan we niet doen. Dus dat betekent dat we het gewoon zo gaan laten. Zo, een beetje zo, details erin. Ja, en dan denk ik dat we een heel eind klaar zijn, dames en heren. Hè? Maar dan, ja, dan gaan we nog maar eventjes de omgeving doen, denk ik. Ik denk dat dat wel leuk is om dat alvast te doen. Robin heeft natuurlijk ook schoudertjes, jongens. En dat is in de kleur volgens mij is dat in deze kleur. Dus als ik hier nou ook gewoon zijn schoudertjes van maak, dan kunnen we daar een soort trapje van maken, weet je. Kijk, zijn schouder, alsof je echt in de grond zit verstopt, zo. Ja, dat is niet alleen maar weer zijn hoofd, maar zijn hele lichaam die onder de grond zit. Kijk, maar er zit ook wit volgens mij in verstopt in zijn outfit. Maar dat weet ik niet zeker. Het is blokjes. Hij heeft een geruit t-shirtje, heeft hij altijd aan. Oh, nee, niet.
Wacht, dat is niet waar. Hij heeft natuurlijk een paarse outfit aan. Oh, jongens, ik heb het helemaal fout. Hij heeft natuurlijk een paarse outfit tegenwoordig aan. Wat zit ik stom te doen? Ik heb zijn oude skin heb ik in mijn hoofd. Dit maakt het veel makkelijker, dit. Hier, hij heeft zijn paarse outfit aan. Hier, kijk. dit klopt al. Wat nou als hij één arm omhoog heeft? Misschien is dat wel leuk. Dan heeft hij één arm gewoon de lucht in. Jongens, ik heb gezegd dat we toch wel klaar zijn in de chat. Want ja, we moesten het hoofd maken. Nou, en dat heb ik gedaan. Hij zegt klaar! Ik ben nog lang niet klaar, man! Ik nog lang niet, joh. Jeetje. Hier, kijk, hij heeft één vingertje omhoog. En daarop zit zijn hand. Kijk, nu heeft hij zijn hand omhoog. Zie, hij heeft een vraag. Alsof hij een vraag aan het stellen is. En dan doen we hier de deur. Kijk, hier zit de deur. En dan kom je binnen, hier. Kijk, en dan is het leuk zo. We moeten gelijk een vloertje hebben. Vloertje doen we van paarse concrete, zoals dit. Kijk, en dan heb je hier gelijk ook een doorgang, als je wilt. Zo. Doen we met paarse blokken. Hier heb je de doorgang. Kijk, dit ziet er leuk uit. Oh, en dan krijg je sowieso een heel paars vloertje, jongens. Gaan we met lichtblokken zorgen even dat het wat lichter wordt hier binnen. Hoppakee. Kijk, en nu heeft Robin heeft gewoon ten alle tijden... heeft hij gewoon... Kijk hoe leuk dit is. Hij heeft letterlijk ten alle tijden heeft hij gewoon een open dak. Maar je komt wel binnen in de gang. En hier gaan we naar de gekke blokken toe. En hier moeten wel ramen in. Dus laten we zorgen dat hij gewoon normale ramen heeft. Hier, zoals dit. Kijk. Dus een raam. Dan heeft hij daar zitten van die mooie dingetjes voor. Dit vind ik een mooie kapstok hier. Hoppakee. Dan een koelkast in het hoekje hier. Want hij moet natuurlijk... Of nou... Hier, ja, zoals dit. Want hij moet natuurlijk wel eens de bijkeuken, weet je. En natuurlijk, hoppakee, een tafeltje ernaast. Laten we er maar één raampje van maken, trouwens, zoals dit. Dan kunnen we hier ook gewoon nog een tafeltje zoals dit. Kijk, wat een leuke binnenkomst dit, jongens. Dit ziet er toch hartstikke leuk uit, man. Kunnen we nog een lamp leuk toevoegen? Oké, dames en heren, dan gaan we door naar het volgende onderdeel. En dat is, ja, hoe moet ik dat uitleggen? De omgeving gaan we doen. En daarnaast gaan we dan de binnenkant van het hoofd doen. En dan vragen jullie af, wat moet je dan aan de binnenkant van het hoofd bouwen? Maar dat hebben Max en ik afgesproken. We gaan bouwen wat wij denken dat in elkaars hoofd omgaat. En als ik denk aan Max, denk ik en aan, ja, heel druk... Maar ik denk ook aan heel erg rustig. Dus wat gaan we dan doen? We gaan het heel druk maken in dat hoofd. Maar ook weer heel rustig. Dus misschien kunnen we dat wel opdelen in twee kanten van het hoofd, zeg maar. Dat aan de ene kant van het hoofd van Max helemaal niks te doen is. En aan de andere kant dat er van alles gebeurt. Van alles. Dat gaan we eens even bekijken. En wat dat ook betekent is dat we natuurlijk een ingang moeten maken in het hoofd van Max. En hoe gaan we dat doen? Dat is een goede vraag. En ik denk dat ik dat misschien wel wil gaan doen in de mond of in de ogen. Maar ik wil het hoofd niet helemaal blokkeren, zeg maar. Dus, wat gaan we dan doen? Even denken. Hoe kunnen we dat het beste doen? Misschien nog niet. Misschien is het ook nog niet nodig, een lamp. Oké, dan kom je hier binnen. Dan willen we een slaapkamer maken, jongens. En een woonkamer. Dus laten we de kamer opdelen in twee verschillende kamers, zoals dit. Hoppakee, kijk, dan hebben we het opgedeeld. Dan maken we hier de paarse bank, waar Robin natuurlijk altijd zijn favoriete series gaat kijken, zoals dit. Dit ziet er leuk uit, denk ik. Dan maken we ook een mooie tv waar hij altijd zijn series gaat kijken. Natuurlijk wat ik net zei hier. Hoppakee, veel te grote tv, maar dat maakt niet uit. We kunnen hem ook wel een stukje kleiner maken, maar dat ziet er natuurlijk niet uit hier. Dus gewoon een hele grote platte tv. Kijk, hier is de keuken natuurlijk. Hier maakt hij zijn dingetjes. Dan hier hebben we dit zo. Dan dit is natuurlijk waar hij slaapt, die Robin. En hij heeft een bed, heeft hij zoals dit. Daar heeft hij natuurlijk een nachtkastje naast staan. Met erop een lantern, dat is zijn nachtlampje. Maar hier moet hij ook ramen hebben, jongens. We willen hier natuurlijk wel gewoon op zich een groot raam hebben, zoals dit. Kijk, het ziet er leuk uit. Kijk, een tafeltje in het midden waar hij zijn lekkere eten op kan zetten. Hier gewoon nog wat kasten neergezet. Oeh, hij mist nog een sink, jongens. Ik denk dat we die beter hier kunnen doen. De kapstok weghalen en dan hier, kijk dit. Oh, ja, dat is veel beter. Een gootsteen miste hij gewoon natuurlijk nog. Dan hier zijn kledingkast, waar hij zijn kleding altijd op kan halen, hier. En dan hier natuurlijk een mooi plantje zoals dit. Ik vind het er geweldig uitzien, jongens, het interieur van Robins hoofd. Dit is gewoon hoe Robin leeft. Laten we nu vast een beetje ook de buitenkant doen, want dat ziet er natuurlijk nog niet heel bijzonder uit. Oké, dames en heren, ik heb eventjes nagedacht, hoe wil ik dit nou gaan doen met de ingang van Max's hoofd? En ik heb uiteindelijk iets heel moois bedacht, heel simpel, maar wel iets heel leuks. En dat is namelijk deze redstone lever. We hebben namelijk een geheime ingang gemaakt en dan denk je van waar dan, want ik zie helemaal niks. Nee, dat is inderdaad de bedoeling van een geheime ingang. Dus dat is natuurlijk ook heel leuk als je dit maakt in de survival base. Dan kun je deze gewoon gebruiken. Hoe je deze redstone deur moet maken, heb ik ook even moeten opzoeken. Dus als je dat wil, moet je gewoon 1x2 redstone deur doen. En dan kom je hierop uit. Want deze, dames en heren, is heel simpel. Je haalt de lever over. En een dubbele piston extensie haalt dit deurtje hier weg. En als je denkt, ik ga weer weg, dan plaats je hem gewoon weer terug. Hartstikke mooi. Hieronder zit dus een klein redstone, heel klein redstone systeempje met wat comparators, wat redstone en wat andere dingen. Maar nogmaals, daar zijn we nu niet voor. Waar we nog wel even over moeten nadenken, is namelijk deze
redstone line, want dit is namelijk de input line. Dus hoe we dit willen, moeten we even bekijken. Maar Max en ik hebben er ook voor gezorgd dat we hele mooie meubels kunnen gebruiken in dit bouwwerk. En nou heb ik daar eventjes in rond zitten neus. En ik zie hele leuke dingen, echt hele leuke dingen. Maar ik zag bijvoorbeeld ook ergens, moet ik heel even kijken, als ik alleen even het buitengedeelte heb. Even kijken hoor. Hier, een rock path. Dus een pad van steentjes. Dus dat lijkt me wel leuk. Kijk, want je ziet hier dat dit gewoon een pad is. En dat is denk ik wel leuk als we dit dus zo deze kant op brengen. En dan niet te veel, maar dan moet het een beetje lijken alsof, ja, alsof er niks is, maar toch weer wel, zeg maar. Dus je verwacht wel wat, maar je weet niet wat je moet verwachten. En dat is dus dit. Want natuurlijk, deze zit dus zometeen dus gewoon dicht. En hoe we hem dicht gaan maken, daar moet ik ook nog heel even over nadenken. Of we het met een knop doen, of we het met een item doen die ergens ingegooid moet worden. Want dat is misschien wel leuk om te doen. Het pad loopt op deze manier. Dan heb je, als het goed is, ook nog wat struikjes. Of een hekje. Maar het hekje wil ik gebruiken, denk ik, voor een achterkant. Maar je ziet hier ook deze, hoe moet ik het noemen? Walls van leaves. En dat vind ik toch ook wel een hele leuke. Als je dat een beetje, ik kan het eigenlijk niet maken, want je wilt het een geheime ingang laten. Dus wat we trouwens ook gewoon kunnen doen, is dat we dit allemaal weghalen. Hier. Dat we het gewoon allemaal hier weghalen. En dat we dan kijken of we het alleen hiervoor doen. Dat we gewoon wel een beetje een pad maken. En dat het pad uiteindelijk dus die kant gaat. Want natuurlijk, de overbuurman is mijn eigen hoofd zometeen. Dus misschien heeft Max dit ook wel gedaan. Zou ik leuk vinden. Maar dat gaan we zien. Dan moeten we gaan beslissen of we een hekje gaan plaatsen. En ik denk het niet. Want, want je wil hier nergens naar binnen kunnen. Behalve natuurlijk aan de voorkant. En de voorkant is dus deze ingang. En dan kom je dus in het hoofd van Max. En hij is nu heel erg leeg. Want Max die denkt natuurlijk ook niet zo heel veel. Dus wat willen we gaan doen? We willen hier iets heel drugs van maken. En ik zat al te denken, we kunnen een achtbaantje door zijn hoofd laten gaan. We kunnen, wat nog meer? We kunnen verschillende kleuren schapen doen die van kleur veranderen. Die op de kop staan, die hier aan touwtjes hangen. Ik denk dat dat wel een hele leuke is. Dat je gewoon in Max' hoofd zo'n drukte hebt, dat je eigenlijk niet weet wat je moet gaan doen. Ik denk dat dat wel leuk is. Kijk, dan gaan we hier gewoon zo een mooi stenen pad bouwen. Niet zo dik, hij kan een beetje zoals dit zijn. Dan bouwen we een leuke heg bouwen eromheen. Zo, tot hier. Hoppakee. Dan bouwen we het stenen pad verder hierheen. Want hier, hij houdt natuurlijk zo erg van die trampoline, jongens. We gaan lekker een grote trampoline bouwen hier, hoppakee. Dan heeft hij hier lekker zijn barbecue staan, waar hij kan barbecuen. Hij heeft zijn brievenbus, die staat natuurlijk hier. Nee, die kunnen we misschien zelfs beter hier doen. Dat is leuker. Hij heeft zijn gras niet echt heel netjes gemaaid. Dus dat moet hij nog heel even oplossen, al zeg ik het zelf. Maar laten we het wel toevoegen. Kijk nou hoe leuk dit er al uitziet, jongens. Hij moet ook wel een tuinstoeltje hier ergens hebben. Kijk, hiernaast staat natuurlijk een tuinstoeltje zo. Oh nee, ik heb een beter idee. Kijk, hier komt de barbecue, hier zo. En dan hier is hij waar hij altijd lekker kan zitten. Want hier staat een hoge tafel. Dan kan hij lekker zijn barbecue eten opeten. Kijk, dan kan je hier lekker zo zitten. Lekker je vleesje eten. Helemaal leuk. Helemaal top. Kunnen we hier een gate tussen plaatsen? Oh, dit is leuk. Kijk, een poortje. Hij heeft een poortje, die Robin. Moet wel de andere kant open. Dus zo moet hij open. Ja, kijk, dit is leuk. Komt hij binnen hier? Kunnen we binnen nog wat extra's toevoegen misschien? Ik vind dit nachtkastje niet heel mooi. Ik denk dat ik die dan hier doe. En dan hierboven gooien we nog twee van deze dingetjes. Doen we een paars bloemetje doen we er bovenop hier zo. Die Robin krijgt toch een prachtig huis, jongens. Niet te geloven. Zie nog wat kratten in de voortuin of zo. Kijk hier, heeft hij wat kratten neergezet. Zo. En dan denk ik dat we hem hebben, jongens. Ik denk dat Robin zijn huis van binnen helemaal klaar is. Dat het interieur er gewoon goed uitziet. Hij heeft hier een bankje, een tv. Ik ben zo benieuwd wat hij allemaal gemaakt heeft. Hier heeft hij twee kastjes natuurlijk nog. Doen we hier nog een onzichtbare itemframe, want daar gooien we de spatel in. Die hangt hier natuurlijk gewoon. Misschien nog wat carpets, jongens. Dat is misschien wel leuk. Dat het nog even hier gewoon een kleedje ligt. Ook paars natuurlijk, maar kijk. Oh, ja, dat voegt veel toe, hé. Kijk hoe een klein kleedje hier hoeveel dat toevoegt. En hier ook, als je binnenkomt. Dus het welkomstkleedje, moet je je voeten vegen. Zo, hier veeg je voeten, dan loop je door, heb je de keuken gelijk, tafeltje hier. Daar kan een flowerpot staan met een bloemetje in. Dan gooien we de pink tulip in. Hier zo, hoppakee. En dan zeg ik dat ik klaar ben tegen Robin. Dan gaan we kijken hoe ver hij is. Nou is het voordeel aan deze map dat er prachtige fans dingen zijn allemaal. Dus je kan hier het al zien. Ja, er zijn gewoon overal mooie paaltjes en dingen. En die kunnen we prachtig gebruiken voor hierboven eigenlijk. Want dit betekent dat je... Kijk, die hebben we niet nodig. We hebben eigenlijk alleen de paaltjes nodig, want je moet hier niet afvallen. Maar er gebeurt hier zometeen zoveel dat we ook wat vliegende dieren willen hebben. En dat kunnen we dus heel mooi doen met deze paaltjes. Dat doen we op zo'n manier. Even kijken of dit een beetje goed loopt. Zo, ja. En dan pakken we wat schapen.
sheep. En die gaan we een kleur, hoe heet het? Lead gaan we dat doen. Jij gaat aan die. Oh, dat kan niet. Even een andere fence pakken. Dat is ook geen probleem. Dan doen we dat gewoon. Jij gaat daaraan. Jij gaat daaraan. En jij gaat daaraan. En wat we dan even gaan doen is, dan pakken we even een name tag en een anvil. Want er zit natuurlijk een easter egg in Minecraft, dat je als je jab en dan een laag streepje doet, en dan deze name tag pakt en die aan een schaap geeft, dan zou die, als het goed is, dacht ik, dat moeten doen. Maar hoe kan dat? Moet die zonder hoofdletter misschien? Even kijken. Ja, nou verandert hij van kleur. Hij moet dus zonder hoofdletter, dat wist ik niet. Maar, nou heeft elk schaap een veranderende kleur. En dan gaan we nog heel even een vloertje erin zetten. Dan gaan we nog eventjes de laatste dingen hier aan toevoegen. En dan zal ik het zo meteen even aan jullie uitleggen. A few moments later. Oké, dames en heren, we zijn klaar. Ik heb in ieder geval heel even flink mijn best gedaan. Ik heb namelijk even snel, want Maxi zit al de hele tijd op me te wachten. Ik heb buiten een leuke trampoline neergezet. Ik heb hier een postbusje neergezet, een vogelhuisje. En hier een klein tuintje met aan het strand lekker een paar stoeltjes waar je kan zitten met een lekker kistje erbij. En dan zie je hier inderdaad al een lever zitten. Want die zie je vanaf hier natuurlijk niet. En als je hier dan op klikt, je hoort het al binnen. Schapen. Wat ik alleen nog even moet pakken is een minecart. En dan kom je binnen en dan zie je dat er van alles gebeurt. Er is hier een achtbaan. En dat karretje dat gaat maar rond en rond en rond. Je ziet het. Je ziet dat hij naar beneden valt. En hop, daar gaat hij weer. Kijk, daar gaat hij weer. Er hangen schapen beneden. Er staat een jukebox. Ja, jongens, er gebeurt gewoon van alles. Dus dit gaat erom in het hoofd van Max. Chaos, dat vind ik wel een mooie. Soms komt het karretje stil te staan. Ja, dan moet je hem even een duwtje geven. Nou, en dan gaat hij gewoon weer. Weet je, anders doe ik hem ook nog gewoon hier. Dan gaat hij gewoon altijd, neem ik aan. Kijk, daar gaat hij. Hartstikke leuk. Dan gaan we er Max maar even bij halen. Want dan gaan we naar elkaars beeld kijken. Hier moet nog één ster. En dan is het helemaal top. Robin, ben je klaar? Ik ben klaar. Jij bent helemaal ready? Ik ben helemaal ready. Laten we dan de muur in het midden weghalen. Ik ja, doe mijn jij blauwe dat? Kant in één klap. En jij doet de paarse kant in één klap. Oh ja, dat kan ook. Zeg maar als je er klaar voor bent. Oké, 3, 2, 1. Boom. Boom! Wat heb je met mijn ogen gedaan? Waarom heb ik een kuif? Nee, dat is je hoofddeksel. Die is open. Je ik zwaai. Wat heb ik voor laag hoofd? Bij jou beginnen. Laten we bij mij beginnen. Welkom in het hoofd van Robin. Het hoofd van Robin is... Oh, je bedoelt op zo'n manier bij jou beginnen. Ja, nee, ja, we gaan wel even een pad naar elkaar maken. Dat, ja, ik kan het zeggen. Dat moet we dan. Zijn overburen. Nou, ik vind het gezellig. Het ziet er leuk uit. Ik bedoel, maar welkom bij het hoofd van Robin. Ten ja? eerste, jij steekt altijd je hand omhoog, want je hebt een vraag. Dat is gewoon een reden waarom ik naar binnen kom in jouw hoofd. Dus kom binnen. Kom Ja, dankjewel. Ik verspreek me bijna. Kom gezellig binnen. Ja. Je hebt vet leuk, hier kan je zitten. En dan kan je kijken naar hoe iemand hier lekker aan het barbecuen is. Gewoon natuurlijk, want het is gezellig in de zomer en zo. Zit in de dan, omdat jij zo erg van trampolines springen houdt, kan je op de trampoline springen hier. Op een paar natuurlijk. Leuk. Dan heb je daar wat dozen. Gewoon voor de zier. Dan kom je vervolgens binnen. Je kan post achterlaten als je wil, maar tot nu toe is nog niemand langs geweest. Dit is een vogelhuisje. Nee, dit is een mailbox. Heb je hem als vogelhuisje gebruikt? Ik dacht dat het een vogelhuisje was. Welkom. De mailbox staat ernaast namelijk. We komen gelijk in de keuken komen aan. Oh ja. De bijkeuken een beetje. Hier heb je spateltje aan de muur hangen. Je hebt je tafeltje. Ja. Ik wil wel de gordijnen dicht hoor. Want, Oh, je wil natuurlijk dat niemand kijkt. Dan hier de gezellige woonkamer. Je hebt hier, kan je tv kijken. Je hebt hier een kast. Je hebt hier een bed. Ja, en dat is het eigenlijk al. En jij hebt een open dak altijd, want jij houdt van frisse lucht, want het stinkt nogal in jouw hoofd. Maar we zouden bouwen wat er in elkaars hoofd omging. Dus in mijn hoofd gaat het erom, omdat ik gewoon een huis heb. Ik woon in mijn eigen huis. Je woont in je eigen hoofd. Zo doe je altijd de andere mensen. Je denkt alleen maar aan jezelf. Je denkt alleen maar, ik wil in mezelf wonen. En alleen maar op mezelf zijn. Alleen maar tv kijken in mijn eentje. Ga je mijn huis nog uit? Of ik ben tv aan het kijken? Maar dat is het. Wat vind je ervan? Ja, nee, prachtig. Ik vind het leuk. Ik vind het, ik zou hier willen wonen. Ja, hier woon je ook vanaf nu. Oh ja. Ja. Oké. Wat heb jij gemaakt? Nou, dat zal ik je eens even laten zien. Ik vind het hoofd ten eerste super goed gelukt. Van jou, zeg maar. Ja, behalve mijn ogen. Mijn ogen zijn een beetje raar. Hoe zou jij je ogen zelf bouwen? Ja, gewoon één kleur. Ik zou het niet zo gedetailleerd zijn. Nu is het net alsof ik een moedervlek in mijn ogen heb. Dat maakt me niet uit. Maar laat het zien. Ja, ik ga het laten zien. Je hebt hier namelijk de echte mailbox. Kijk maar, je kan hier ook echt al gewoon mail opstarten. Oh, opstellen. God, dit is dus het vogelhuisje. Nee, dat is hier ook een kleine briefbus. Nee. Hier links heb je een grote trampoline. Een hele grote. Oh, ik heb best wel een grote trampoline. Kijk, hier spring je ook best wel heel hoog op. Oh, hoe doe je dat? Zo hoog! Oh mijn god, dit is echt hoog. Oké, leuk. Dan kun je dus
Kijk, hier kun je naar een tuintje toe. Ja. Deurtje open. Oh, gezellig. En dan kun je hier dus gaan zitten. Hier staat je flesje bier natuurlijk, als je naar de zonsondergang kijkt. Ah, ik dan kan ik lekker zo naar de strand kijken of naar de zee. Prachtig. Ja, ja, precies, precies. Mm-hmm. Maar goed, dan ga je dus hier naartoe. Maar dan denk je van, nee, ik wil wel naar binnen. Ik wil inderdaad naar binnen. Waar is de ingang? Jij bent natuurlijk een man van vele geheimen. Dat weet iedereen. Je geeft niet veel prijs. Dus je hebt ook een geheime ingang. En waar zit dat? Kijk, jij wil je ware gezicht ook nooit laten zien. Je hebt inderdaad achter je masker gewoon een lever zitten. Ik had hem al gevonden. Ja, dat weet achter ik. Achter mijn masker zit de hendel. Maar dan ga ik jou nu vertellen. In jouw hoofd, wat gaat er in jouw hoofd om? Ik ben heel benieuwd als je dat in mijn hoofd omgaat. Nou ja, als je dat zelf zou moeten beschrijven, wat zou je zeggen? Alleen maar goede dingen. Gewoon. Ja, inderdaad. Veel. Heel erg veel. Kunst. Dus, ja, heel kom erg mee, veel. Want in jouw hoofd gebeurt er heel veel. Wat is het allemaal? Er gaat een achtbaan door jouw hoofd heen. Je kan naar boven, naar beneden. Er gaan vliegende schapen. We gaan heen en weer gaan, inderdaad. Ja, ja, zeker. Je kan naar boven, naar beneden. Discovloer. Een discovloer. Je kan ook muziek opzetten. Oh, mijn god. Nee, maar dat wordt me te veel, dat wordt me te chaotisch. Snap ik. Dan staat er een heilige spatel bij de uitgang. Robin, ik zie niks! Waarom niet? Oh mijn god, een heilige spatel. Oh, de heilige spatel. Je kan ook nog even zitten als je klaar bent met het dansen. Ja. En ja, verder kun je eigenlijk niks in jouw hoofd. Het is een beetje chaotisch in mijn hoofd, moet ik zeggen. Ja, het is heel chaotisch in jouw hoofd. De schapen hebben ook disco-kleurtjes, die veranderen telkens van kleur. Ja, ja. Ik vind het leuk. En, oh, hier heb ik ook ramen. Wow. Ja, je hebt stiekem ramen. Jij kon al die tijd... Oh nee, ik kon natuurlijk niet, want er zat een muur tussen. Ik was zeggen, jij kon al die tijd spieken. Nee, ik heb niks kunnen zien. Deze heb ik ook als allerlaatst pas geplaatst. Maar even kijken, je kan ze ook nog verlengen als je wil. Ja, dan kan je door de ramen. Maar kan je dat niet aan de buitenkant ook zien? Zeker niet. Nee, dit is... Geheim. Dat is mijn dit is alleen maar geheim. Ja, want ja, jij, nogmaals, jij houdt van geheimen. En als je dan binnen bent, dan doe je gewoon de deur dicht. Tot ziens. En, Nou, ik vind het leuk uit. Ik vind dat we een leuk straatje zo hebben gecreëerd, Robin. Dat denk ik ook, ja. Ja, dat vind ik ook. Zie. Ik heb hier een soort achtertuin of zo, lijkt het wel. Ja, die sluiten we nog wel even zo af. Natuurlijk. Kijk, ik heb natuurlijk gewoon een voortuin. Maar ik vind het leuk. Welke vind je leuker? Nou, ik vind ze allebei wel wat hebben. Ik vind jou heeft meer verhaal, die van jou. Die van jou heeft een stuk meer verhaal dan die van mij. Voor mij is het gewoon een huis met, omdat je hoofd stinkt, is je open zodat de geur eruit kan. Nee, ja, dat... Nee, nou heb je al 3 verschillende redenen gezegd waarom mijn hoofd open staat. Dat vind ik gewoon nergens op slaan. Maar ik vind het wel heel leuk. Ja, ik ook. Zo. Weet je, jongens, jullie mogen thuis een cijfer achterlaten aan beide mappen. En laat vooral even weten welke gewonnen heeft. Heeft Robin gewonnen of heb ik gewonnen? Oftewel, Robin heeft gewonnen, dus dan heeft die gewonnen. Of heb ik gewonnen, want dan heeft die gewonnen. Jongens, dankjewel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker ook even niet te abonneren. Het is vooral belangrijk dat je abonneert. Want we gaan naar die 300.000 abonnees. We zijn er bijna. En dan nu, kijk even lekker deze video. Dit is namelijk ook een leuke video waarin ik vals heb gespeeld in een bouwwedstrijd tegen Robin. Toen wist hij het nog niet. Het was echt een sukkel. Hele leuke video. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. Spreek je later. Glaasje water, dan 10 flesje bier. Tot de volgende keer.